Hey Nederlanders, daar ben ik weer. Er wordt mij veel gevraagd of ik wat meer Nederlandstalige films kan maken. En we zijn flink aan het strijden de laatste tijd. Laat ik eens even een dingetje zien wat ik vandaag allemaal gedaan heb. Je gaat het niet geloven. De dag is net begonnen. En we hebben al weet ik hoeveel verdiend. Laat ik eens even wat mensen wegklikken voor privacyrecht. Check deze. Riding that wave. 950 dogen. Wat kan je rekenen? Ongeveer 50 euro. Neem hem even op. Dan is dit, 008 LTC, wat zal het zijn? 15 euro, ik moet zo meteen even reclame kopen op Payer. Wat zie je hier staan? Tronicase, bam, heeft net weer even 231 commissie gegeven. Zoals je ziet, ik heb er meer dan $5.000 al uitgehaald. Hoppa, to the moon. En dan gaan we kijken, de dag is net begonnen. WSB, daar hebben we ook $184 verdiend. Voor degene die denkt van, misschien is hij wel op het goede pad, weet je. Laat ik hem eens gaan volgen. Ik bied iedereen, kijk eens achter me. We doen dit op eigen kracht. Je hebt geen anderen nodig. Je hoeft niet te smeken bij een ander. Ken jij geen team bouwen? Kan ik even goed zorgen dat je centen maakt? Heb jij geen cent om te investeren? Kan ik zorgen dat jij gratis geld gaat verdienen online? Overal is gratis geld. Dat wist ik al toen ik een zwerver was. En gratis kon verdienen op straat om te overleven. En zo werk ik nog steeds. Mijn vader, die is al 27 jaar oud ijzerboer. Die leeft al jarenlang van wat hij op de straat vindt. Mensen, je moet gewoon een beetje, het is de toekomst. Je hoeft niet meer gescamd te worden. Je hoeft niet meer opgelicht te worden. Je moet gewoon zorgen dat je de juiste persoon voelt. Laat ik eens even een leuk ander plaatje doen. Want ik vind deze niet zo leuk. Even kijken. Eigen kracht. Nee, daar ben ik zelf ook geen zin in. We gaan nu deze. Wil je een passief inkomen? Zorg eerst voor een actief inkomen. Ik neem jullie even mee. We gaan even op die tijdlijn kijken. Even kijken. Ja, TRX voor TLX. Kijk, hoppa. Weer even 644 TRX van Bankroll, van Flow. Dat is ongeveer $40. Hoppa, dankjewel. Ik heb mijn eigen bedrijf gelanceerd, Peter C. Pet, marketing consultant. Kom je op mijn tijdlijn? Vraag ik alsjeblieft, geef me even een 5-sterren review. Waarom? Ik ga naar de fucking maan tegenwoordig. Ik zal eens even nog een stukje laten zien. Kijk, bam, ik ben overal. Ik word op 50 verschillende sites gedeeld door andere mensen. Ik dank jullie allemaal zo vriendelijk. Jullie brengen mij omhoog. Oké, kijk. Dit is Troncase. Hier ben ik ook trots op. Ik ben country manager. Ik ben een van de main distributors. Ik leid iedereen naar vette winsten toe hier. Oh, wacht, ik heb verkeerd geklikt. Hij laat meteen mijn verhaaltje zien. Even terug, ik weet niet waar ik heen gegaan ben. Oké, nou, je kan in ieder geval hier zien. Nederland, hem klik ook even weg. Je kan hier zien, Nederland, 4,5k. Je ziet hier, ik ben maar een klein speler, hè. Ik ben een beginner, nou, ik ben geen beginnende marketeer. Ik ben een professionele marketeer, kan ik ondertussen zeggen. Maar je ziet het hier, hè. Dat kleine landje Nederland, hè, dat doet mee in die strijd met Rusland. Met Canada. Waarom? Bam! Ik ben die strijder die alles brengt. Hier zie je dat ik weer een beetje verdien. Wil je een preview van onze exchange die gaat lanceren? We komen gedecentraliseerd. Staking, farming, yielding, swapping. Je hebt geen idee van wat het betekent misschien. Maar volg mij en ik leg het je uit en ik leer het je. We werken met de Binance Smart Chain. Ik zal even die webcam iets opzij doen. Dat was te ver. Je zag het einde van mijn greenscreen. Oké, en dan gaan we weer verder. Even denken, ik heb over 20 minuten heb ik een presentatie van Troncase. We gaan nog even knallen. We openen even die wallet. Gaan we eens even kijken of wat er gebeurd is. Even snel dan. Even refreshen. Ik heb nog 1500 TRX. Ik heb 1681 TRX. Hoe komt dat? Boom! Gaan we eens even kijken. 87 TRX erbij gekregen. 3 minuten geleden. Dan gaan we naar CoinGecko. En dan tikken we in CoinGecko. Wat gaan we dan doen? Tron, wat is 87 TRX? Hij staat op dollar, maar je rekent zelf maar om. 78,5. Bam! $5,66. Oké, door naar Rollercoin. Wat is Rollercoin? Het is een stomme hamster. Oké, het is geen stomme hamster. Ik ben gek op die hamster. Ik doe het al jaren. Ik moet hem niet afkraken. Ik hou van hem. En ze houden ook van mij. Rollercoin team, die stuurt me berichten. You are amazing. Keep going. Voordat ik wat ga kopen en geld uitgeven in Rollercoin. Je hoeft trouwens geen geld uit te geven. Voordat ik dat ga doen, ga ik ze even laten zien. Ik heb nu 688 man. Gisteren 35 erbij. Kijk dit. Bam. Hier ook. 217 verdiend. Hier ook. Bam. 200, nog meer verdiend. Zie hier ook. Dit zijn mensen die erbij komen. Ik zit nu op 700 man. Ik ben even snel aan het praten. Waarom? Ik moet nog een paar dingen laten zien. En we gaan zo verder. Ik laat één spelletje zien. En dan... Het wordt Super Mario. Waarom? Die betaalt best. Die is lekker snel klaar. Als je mazzelen. Ik zal het even snel doen. Hoppa. Mijn camera zit ervoor. Ik zie niet wat de dingetjes zijn, maar niet uit. Even snel. Oké, level klaar. Zo simpel is het. Level klaar. Je krijgt miningkracht. Je accepteert het. Hoppa, door naar de volgende. En go, 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 go. Dat leer je van mij. Massaproductie. Gas op dat ding.
Niet zeggen van ja, nee, je moet nu dit doen en dan verdien je volgend jaar wat. Nee, hup, gas, 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 doorgaan. Wat gaan we nu doen? In Rollercoin kan je miners kopen. Ik heb bijvoorbeeld miners. Je ziet hier, ik krijg een beetje... En het is St. Patrick's sale. Dus ik moet wel geld uitgeven. Waarom? Ik ben St. Patrick. Tegenwoordig dan hoor. Ik ben ook een beetje de Devil Patrick geweest vroeger. Maar tegenwoordig zijn we zo goed. Oké. We gaan eens even naar RLT. Rollercoin token. Waarom? We gaan eens even die Dogecoins gaan omwisselen. Ik heb er genoeg om 49 RLT te kopen. Wil ik dat? Dan heb ik 65 RLT. Oh mijn god, ik heb te weinig. Wat ben ik een prutser. Ik had een 69 nodig. Oh, dat is echt een beetje zonde van me. Nou, dan gaan we weer naar... Dat is toch echt weer even dat ik even een eurotje weggooi... voor transactiekosten, hoor jongens. Dat is een beetje gierig van me. En dit gebeurt me elke keer. Dus wat leren we daarvan? Als je nou gewoon meteen het goed doet... dan hoef je het niet nog een keer te doen. Even kijken. Dogecoin, even storten... En dan ga ik naar Binance en dan sluit ik het filmpje af, upload ik hem en zeg ik joehoe. En dan ga ik straks in de groepen rondgooien. En dan denken jullie, oh ja, ik kan de helft niet verstaan wat hij zegt. Er zit een functie op YouTube, dat is afspelen op halve snelheid. Dat is het geheim van sommige van mijn filmpjes. Afspelen op halve snelheid. En er zit een pauzeknop op en je kan de tijd terugzetten. Dan kun je twee keer luisteren wat ik zeg. Dus, ik vond het een beetje grappig vandaag. We gaan dus even verder. Ik heb nog... 8,10 euro, dat is te weinig om te doen. Laat ik nog eens even wat TRX sturen. Het is een beetje jammer, want ik heb 230 dogen nodig om het om te zetten. Maar ik denk persoonlijk dat ik dat ga doen na mijn webinar. Trouwens, ik doe het wel lekker terwijl jullie zitten te kijken. Ik ben een beetje van mijn apropos vandaag, dus ik doe wel iets nieuws of zo. Even kijken, even TRX. TRX. Tron. Deze, kopiëren, sturen. Hoppa. Wat zou ik zeggen? Laten we zeggen, ja, 500 TRX, ik weet niet wat ik moet sturen. Oké, 300 moet ik dan maar redden. Ik ben aan het sparen. Je kan het niet echt zien aan wat ik al uitgeef op een dag, maar ik ben aan het sparen, jongens. Zo denk ik, we hebben dan vertrokken, Kees is er weg. Maar dan denk ik, ja, ik ben aan het sparen. We proberen het. Stap voor stap, zeggen we dan. Even kijken. U heeft gewitrood, u heeft gewitrood, u heeft gestort. Nou jongens, we gaan eens even kijken. Zo meteen kom ik binnen, ik moet even wachten. Dan ga ik nog even wisselen. Volgens mij heb ik niks meer zo in mijn wallet staan, wat ik nog iets kan omwisselen. Misschien EOS. Nee, ik heb ook geen euro's meer. Dan gaan we alvast naar handelen. Klassiek. Zo met Troncase webinar doen. Daar hebben we nu trouwens ook. Even kijken. Drie, 23.250 man. Nou, dat is toch een leuk aantal mensen. Heb ik hem nou wel verstuurd of niet? Ik ken zo slecht tegen die wachten. En dan ben ik nog gek met me. Ben ik nog helemaal gek op TRX. De kortste wachttijden van alles en iedereen. Maar ik ken nog steeds. Ik wil even snel. Vooral als ik een filmpje maak. Denk hup, doorgaan. Neem nog maar een slokje van mijn energy. Alsof we nog niet hard genoeg gaan. Oké dan. Het is binnen. Nu gaan we wisselen. TRX. TRX naar BTC. Voor degene die schaf vragen hoe Binance werkt. Nou, let op. TRX naar BTC, dan klik je op markt, dan krijg je de prijs meteen. Anders moet je wachten. Stort de markt in, zit je gewoon te wachten. Hallo. 300 TRX, verkopen. Dan zie je in de hoek staan, hoppa, u hebt het verkocht. Ik heb het verkocht naar Bitcoin. Van de Bitcoin wil ik Doge hebben. Dus gaan we naar Doge BTC. Dan zie je dat de prijs omhoog gaat. Dan ga ik koop Doge. Dan zegt hij, oké, dankjewel. Doge gekocht. Dan zie je dat ik 327 Doge heb. Dan gaan we nu weer naar wallet, overzicht. En daarna moet ik even toch echt beginnen aan mijn, hoe heet het, rondgooien. Mijn webinar rondgooien, want het begint zo meteen. Opnemen. En jongens, ik wil jullie bedanken voor het volgen. Ik heb een e-learning channel. Ik heb meerdere kanalen. Ik help mensen vanuit de bodem naar de top. Is dit wat voor jou? Ga me volgen. Ik ga dit filmpje zo meteen weer delen in alle marktplaatsgroepen die ik tegenkom en noem het maar op. We zijn hard aan het strijden. We zijn hard aan het strijden om vooruit te komen. En ik wil graag iedereen die zegt van ik wil ook vooruit komen.
Beth, kan je me helpen? Ik wil iedereen helpen. 20 Dogecoin, momenteel 1 euro. Zie je? Ik heb nou toch wel een eurotje extra weggegooid. Gebeurt? Nou ja, gelukkig heb ik ook alweer zeker 500 euro verdiend vandaag. En dat wil ik niet opscheppen, maar wel zeggen hoe het kan zijn. Zo kan het zijn in de Bitcoin. Ik ben gekomen van geen euro om mijn reet te hebben om erop te krabben, naar best wel wat geld op een dag maken. Ik ben ook hartstikke bedankt, want ik ben hier natuurlijk gekomen met de hulp van andere mensen. 015 015 886 886. Ik ben een beetje van streek, dus mijn hoofd die werkt niet zo lekker. En dan zie je dus nu dat het geld verstuurd is. En dan doen we nog maar een keertje even op Facebook. Go, 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 go. Patrick is celebrating this special day. Dan gaan we nog even naar Rollercoin. Waarom? Ik was net zo aan het praten met Roller. Ik ben er even uit. Ik koop hier in de link. Ik sluit het filmpje af. Ik zet hem nog even hierop. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. De volgende keer weer een ander vrolijk filmpje of zo. Maar ik moet nou echt even me focussen op mijn webinar. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Stop share. En doeg.